Nou, we zien op dit moment heel veel beweging en heel veel veranderingen. Dat betekent ook veel voor zorgmedewerkers, dat ze andere dingen moeten kunnen, op andere plekken moeten kunnen werken. En vooral ook in al die bewegingen veerkrachtig genoeg moeten zijn en ook wendbaar genoeg moeten zijn om daarin mee te ontwikkelen. Ja, er verandert een heleboel. Zowel, ik zie het al gelijk bij mij op de werkvloer, maar ook bij collega's om me heen. Onze organisatie gaat ook fuseren, dus ja, er verandert al een heleboel, ja. Sterk in je werk is echt voor iedereen. Ook als je heel gelukkig bent in je werk. Want er verandert zoveel. We staan nu in het Vlietland ziekenhuis. Het kan zijn dat bepaalde afdelingen die nu nog hier zijn, dat die straks in het Franciscus zijn. Dat je eigenlijk andere competenties nodig hebt of andere kennis. Of dat je op een andere plek moet werken. Ik zit op mijn plek. Ik vind het hartstikke leuk. Ik krijg ook van mijn werkgever ruimte om te groeien. Maar ik heb ook nog een ander vakgebied en daar ben ik heel lang uit. En ik probeer eigenlijk die twee te combineren. Mensen kunnen workshops in hun eigen organisatie volgen, maar er zijn er ook heel veel in andere organisaties. En dat betekent dat mensen ook echt letterlijk in beweging gaan komen. Want ze gaan namelijk de deur uit, op de fiets, met de metro, naar een andere organisatie en gaan daar naar binnen. En nemen daar een heel klein kijkje in de keuken over hoe het daar gaat en de mensen die daar werken. Ik heb vandaag een neurofeedback training gedaan. Daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. En wat die doet is vooral je mentale vitaliteit meten, zeg maar. Ik denk dat Rotterdamse Zorg heel goed werk doet door organisaties bij elkaar te brengen. Dus aandacht voor alle gebieden, financieel, stress op je werk, ontwikkeling, inzicht in jezelf. Dus het hele programma vond ik geweldig. Ik heb echt zitten genieten, ook alleen maar van doorkijken van het programma. Als je sterk in je werk bent en je weet wat je te doen hebt, dat je een netwerk hebt, dat je je ontwikkeld hebt, dat je breed inzetbaar bent, dan kun je hem zelf richting geven aan wat de next step is. Dan laat je het niet voor je beslissen door een werkgever of door een afdeling of door een baas, maar dan kun je zelf daar inhoud aan geven. En die eigen regie, daar de baas over zijn, dat vinden wij heel belangrijk. En dat kan de sterk in je werkweek enorm bij helpen om daarin vaardiger te worden.